en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal BroVenne. Vandaag heb ik geen video met mijn paarden zelf, die staan lekker achter mij te grazen in de wei. Maar ik heb vijf life hacks voor jullie om het leven op stal net iets makkelijker te maken. Veel plezier met kijken. Ik zit vast. Tip nummer 1. We kennen ze allemaal wel, de grote zak met wortels. En we weten ook allemaal wel dat ze best wel snel bederven. Wat je daarvoor nodig hebt is een grote emmer, natuurlijk de wortelen en hooi. Wat je doet het hooi onder in de emmer, vervolgens pak je de wortels en dat doe je er bovenop. Dit zorgt ervoor dat de wortels minder snel bederven omdat het vocht vanuit de wortels in het hooi trekt. Hele handige tip die een stamgenootje mij ooit gegeven heeft en die heb ik tot nu toe altijd gebruikt. Tip nummer 2. Veel mensen zullen het wel herkennen. Je paard gaat zich op de poetsplek en je hebt allemaal kapotte touwtjes. Een tip die ik heel veel heb gekregen van Brownie's oude eigenaar is... Je hebt de haak. Je hebt hem aan de muur. Dan haal je een touwtje van een strobaal af. En die knoop je vast aan deze haak. En daar knip je vervolgens het touw aan vast. Als je paard zich nu ophangt, trekt hij in plaats van... je touwtje of het halster kapot, trekt hij deze knoop eruit zolang je de knoop niet al te strak doet. Dus dat scheelt heel veel kapotte touwtjes. Tip nummer 3. Is per ongeluk een knoop in je touw gekomen en die krijg je er niet meer uit. Hij zit veel te strak. Wat heb je nodig? Je hebt een hoefkrabber nodig en daar heb je altijd een punt aan zitten. En met die punt kan jij, zonder je handen erop te breken, die knoop uit de touw krijgen. Tip nummer 4. Hooi net te vullen vind ik zelf altijd een heel vervelend klusje, maar daar heb ik een oplossing voor bedacht. Je hebt namelijk altijd wel een kruiwagen op stal staan. Doe je het hooi net hier eromheen en hier eromheen. Met je andere hand haal je hem open en dan kan je het heel gemakkelijk al het hooi in het hooi net doen. Tip nummer 5. We gaan altijd wel eens op stap met ons paard naar een wedstrijd, naar een buitenrit. En dat is altijd heel handig om water bij je te hebben. Maar hoe neem je dit nou mee in de auto? Daar heb ik een oplossing voor bedacht. Ik heb een emmer. En ik heb 3 grote oude cola flessen. Het kan ook een oude waterfles zijn. Het kan een oude fles van alles zijn. Die doe ik vol met water. Dat is heel handig om zowel je paard te drinken te geven als je paard af te... Loki. Dat is zowel heel handig als je paard, om je paard drinken te geven. Als om je paard even nat te maken na het rijden om af te koelen. Dus de ideale tip. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er iets aan hadden en het leuk vonden. Dus tot de volgende keer. Aandacht. Dit voetje. Dit voetje. Wauw. Voetje. Dat is heel knap, hè. Ja. Dat is heel knap. Dit voetje. Yeah.